Ik ga bellen met Karsten Klint, onze vrolijke noot. Hij heeft altijd heerlijke tips voor ons over hele mooie, bijzondere restaurants. Heeft hij ook weer nieuws? Gaat er iets nieuws gebeuren? Het zou zomaar kunnen. Maar ik ga even bellen met Karsten. Hij weet altijd meer dan ik op dit gebied. Moet ik master zeggen nou eigenlijk? Ja, master. Ja, okay. Master. Ja, master. Nee, daar moet je mee oppassen. moeten we wel mee oppassen. Zo, ja, jongen. Ik had net Maurice de Hond uitgebreid gesproken. Wel heel boeiend, zo, hoor. Ja. Ja, dat duurde lang zeker. Ja, nee, maar hij wel een goede punt, hoor. Ik denk absoluut. Ook zeker voor de horeca. Hij onderbouwt wel de gedachten. Ja. Hey. Top, we luisteren elke week naar Maurice, moet ik zeggen. Ja, nee, ik vind wel goed wat hij aan het doen is. Ja, Karsten. Jij bent altijd de vrolijke noot van onze vereniging van Dwarse Denkers. Nou, gelukkig maar. Ja. Daar gaan we ook voor. Ja, dus jij bent de tip van Klint. We hebben de tip van Jip, maar ja, ik wil ook de tip van Klint. Waar gaan we lekker eten? Waar gaan we lekker eten? Nou, eigenlijk is elke podcast wel zo'n beetje voorbij gekomen, dankzij jou. Oh. Maar we gaan het natuurlijk over Aan de Poel hebben. Ja. Stefan van Sprang en Robert Veuger hebben elkaar in 2007 bij Ron Blauw leren kennen. Tenminste, al eerder eigenlijk in 1994. En daar hebben ze fijn samengewerkt. En in 2007 zijn ze dus aan de Poel begonnen, aan het gelijknamige water. Wat om de hoek lag bij jouw voormalige hoofdkantoor. Ja. Ik denk een outsider voor 3 sterren. Ze hebben 2 sterren gekregen. In 2009 de eerste en 2013 de tweede. Ja. En ja, als we het nou toch over Masters hebben. Het leuke is dat Stefan in 2018 een van de presentatoren was van Masterchef Nederland. Ja. Een kookprogramma wat in 52 landen wordt uitgezonden en in het Guinness Book of World Records staat. En toen dacht ik eigenlijk van, Yves, waarom staat Masters Expo? Daar moeten we ook wat mee, met het Guinness Book of World Records. Toch? Ja, oké, okay, dan gaan we doen. Maar ik was woensdag eten bij Stefan. Ja. En het zat gewoon helemaal vol. Ik had namelijk de dag ervoor gebeld en dat kon niet. En toen belde ik, alsjeblieft, want ik ga met een goede vriend en we willen even wat zaken doen ook. Nou, hadden ze nog een tafeltje kunnen regelen. Helemaal vol. Gezellige sfeer. Het swingt. Wat ze ook doen, vond ik ook slim. Ze hebben gewoon zelf een minuutje bedacht. Ze praten erover. Ja, plantje dit. Dus je zou ook dat lossen. Hè, ondanks dat het 2 sterren is. Dus ook dat hele informele gevoel. Ja, ik vind hun wel, zeg maar, de keuken van de toekomst, maar ook de manier waarop ze het doen. Het is zo ontspannen en je hoeft echt, als je gewoon je beheerst qua wijnkeuzes, is het ook nog eens dan is het ook nog prijstechnisch gewoon heel sympathiek. Klopt. Ja, ik ga helemaal mee. Top. Ja, het is een van mijn favorieten, maar dat weet je misschien wel. Okay. Daarom moest hij er ook in. Lang leven aan de Poel. Lang leven aan de Poel, maar daarna gaan we naar Antwerpen toe, want we gaan naar de Jane. Ja. Nou, daar zijn we natuurlijk ook een keer geweest, misschien wel 8 jaar geleden, toen Sergio op de cover stond van het blad. Ja. Een hele mooie presentatie gehad destijds. Nou, het is natuurlijk een fantastische zaak die door Piet Boon is getekend. Ja. Met die 800 kilo wegende kroonluchter met 350 lichtjes. Okay. Nou, Sergio die concentreert zich eigenlijk op de zaken in Katzand allemaal. Ja, dus, dat is Air Republic. Pure Sea. Pure Sea, inderdaad. Nou, hij gaat eigenlijk de 14e in Antwerpen nog een zaak openen. Le Pristine, Italiaans concept. Ja. Daar is hij nu al aan. Hij zou het rustig aan gaan doen. Ja, dat klopt. Dat is het idee, toch? Dat kunnen die grote chefs toch helemaal niet. Nee, precies. En de Ron Blauw precies hetzelfde. Nou, de ene na de andere zaak opent hij. Ja. Maar in de Jane staat Nick Bril. En Nick Bril die is jarenlang de rechterhand van Sergio geweest in Oud-Sluis, 3 sterren. Ja. En die zijn gewoon als echt volwaardige compagnons begonnen met de Jane. En tegenwoordig is Nick gewoon verantwoordelijk, zakelijk en culinair voor de Jane. En die staan ook elk jaar weer in de World 50 Best Restaurants. En ze zijn ook dit jaar lid geworden van Le Grand Table du Monde. Nou, dat zegt het al. Mm-hmm. Dat is gewoon de lijst van de topzaken over de hele wereld. Dus ja, hoe, want het is, ik krijg best wel vaak vragen ook van mensen die willen dan lunchen bij de Jane of dineren. Maar dat is best moeilijk om daar, dat is een soort luxe probleem om daar een tafeltje te krijgen. Heb jij nog een tip hoe je daar zeg maar ook echt een tafeltje kan krijgen? Het probleem, zit altijd vol.
Jij hebt het ook een keer gedaan. Dan bel je mij. Oké, okay, dus dames en heren, dan bel je mij. Bellen met Karsten. Ja, dan komt nee, maar het echt. Goed. Okay. Okay. En het leuke is, hij heeft wel nu... Kijk, boven waar wij die presentatie hebben gehad toen van jouw blad met Sergio op de cover. Ja. Het was in de Upper Room. Ja. Daar hebben ze maar heel weinig plekken. Dus wat heeft Nick nou gedaan? Die is aan de Scheldekaai in Antwerpen is die een pop-up begonnen. Ja. Met open vuur, ja. Fantastisch. Oké. Okay. Dus, ja. En dan... De derde. De laatste tip. De laatste tip. Dat is eigenlijk een verrassende. En eigenlijk is dat restaurant nog niet open. Maar gezien het feit dat deze chef de jongste Michelinsterrenchef van Nederland werd. En in het Westland zat. Mm-hmm. Toen is hij naar Rijswijk gegaan. Dat is failliet gegaan. Hij was de eerste die de stekker er heeft uitgetrokken met de crisis. Niven Koens, toch? Niven Koens, inderdaad. Een Michelinster. Staat bekend om het gebruik van zijn groenten. Hij heeft echt de 80-20 kookstijl. 80% groente, 20% vlees-vis. Ja. En hij gaat terug naar waar hij ooit begonnen is. In het raadhuis in Wateringen. Mm-hmm. Nou, het Wateringen heeft natuurlijk een hele groot achterland met alle kassen. Ja. Dus veel groente. Ja, Westland, en, hè? Het Westland. En hij gaat nu daar opnieuw openen. Hij neemt dus het raadhuis over. En hij gaat het omdopen tot triptiek. Geen idee wat het betekent. Maar dat geeft ook helemaal niet. Een mooie naam. Dus dat is eigenlijk wel iets waarvan ik zeg, nou, die gaat 1 augustus open. En de reserveringen die kunnen al gemaakt worden. Maar dat is echt weer zo een jonge rebel. En, mooi. Hij is een, nou, je weet, ik ga altijd zeggen eentje. Ik ga naar een triptiek. Dat is, want die ken ik nog niet. Te gek. Ja. Helemaal leuk. Nou, oké. Okay. Dat waren ze iets. Ja, het is een hele drukke podcast vandaag, dus... Ik wil je weer bedanken, Karsten, voor de eerlijkheid. En stay strong, hè. En ook met je eigen... We zien elkaar snel. Ja, ik ga ook even ook jou een beetje promotie voor jouw mooie zaak... waar je kan eten en kan zingen. Daar kan men gewoon reserveren. Kan je dat even uitleggen hoe dat werkt? Dat ook. Nou ja, kijk, je hoeft er zelf niet te zingen, gelukkig. Nee, dat doet de bediening al 25 jaar. Met mondkapje of zonder? Zonder mondkapje. Dat is allemaal niet nodig. We hebben ook HPA-filters, et cetera. Ja, dat is helemaal het nieuwe woord, ja. De HPA-filter. Ja, nou, ze hangen er al jaren, want ze zitten in een oud bankgebouw. Dus, maar hoe doe je dat? Dus, hoe we dat doen? Nou, gewoon reserveren bij jou? Ja, gewoon. Ja, mag ook, tuurlijk. Iedereen mag Nee, maar gewoon online of zo? Je mag promotie maken vandaag. Ik ben in een goede bui. Ja, dat zal Jolijn fijn vinden. Nou, gewoon online, pastaebasta.nl. In Amsterdam, helemaal goed. In Amsterdam, oké. Okay. Dankjewel. Dag Karsten, tot snel. Bye-bye. Hoi.